Het CWF Cycling Team zet zich elk jaar in om geld in te zamelen voor onderzoeken naar en de bestrijding van kanker. In 2018 richt het team zich volledig op het Alpe d'Huez evenement. Leen Boltjes en zijn kinderen Ralf en Danique worden door het CWF Cycling Team ondersteund om de Alpe d'Huez op de fiets te bedwingen. Ook een groot deel van de route naar de Alp zal door een aantal leden van het team op de fiets worden afgelegd. De tweede etappe gaat op de fiets van Luik naar Bastenaken, om vervolgens door te rijden naar Bois d'Amont. Mijn naam is Ina Willekes. Ik kom uit Ophemert. Ik ga mee naar de Alpe d'Huez. Allereerst op de heenweg de 4 dagen de fietsers ondersteunen als verzorger. En daarna op de Alp om het evenement mee te maken en ook daar de fietsers te ondersteunen. We zijn het CWF-team, het Care Welfare fietsteam. We zijn een groep van mensen hier uit Ophemert en directe omgeving die sporten, lopen en fietsen voor het goede doel. In 4 uur en 29 minuten met een gemiddelde snelheid van 24,6 km per uur worden vandaag ruim 110 km afgelegd en 1850 meter geklommen. De derde etappe is een mooie route van Bois d'Amont naar Albertville.
In bijna 7 uur leggen de fietsers vandaag ruim 161 kilometer af. En wordt er maar liefst 2300 meter geklommen. De laatste rit. Van Albertville naar eindbestemming Bouy d'Oisans. Onderweg worden ook de Col du Glandon en de Alpe d'Huez beklommen. Nou, ik ben Erik Geurtsen, ik kom uit Varik. Ik ga de mannen en de dames begeleiden richting Alpe d'Huez. En verder die donderdag op de berg ga ik de fietsers begeleiden. Ik zit in de verzorging uiteraard. En mijn motivatie is eigenlijk om ons soort maatschappelijk, sociaal verantwoord toch iets te doen voor de samenleving. Als je kijkt dat 1 op de 3 mensen te maken krijgt met kanker, dan vind ik dat je daar wat over terug moet doen. Ik heb het zelf in mijn familie al een paar keer meegemaakt. En dat is ook wel een soort drijfveer om toch wat te doen, terug te doen voor alles wat er al voor gedaan wordt eigenlijk. Mijn naam is Vincent Valent, ik woon in Ophemert. Ik denk dat voor iedereen heel duidelijk is dat er steeds onderzoek nodig is naar kanker en de genezing van kanker. En het doel om uiteindelijk kanker een chronische ziekte te maken in plaats van een dodelijke ziekte is de belangrijkste motivatie voor iedereen. En puur persoonlijk zijn er natuurlijk altijd mensen in je nabije omgeving die je eraan herinneren hoe hard het nodig is dat daar gewoon heel veel geld voor opgehaald moet worden.
In deze laatste etappe wordt bijna 121 kilometer afgelegd in 6,5 uur. Er wordt 3275 meter geklommen. 7 juni, 4:30. De eerste fietsers en lopers gaan op weg voor de eerste beklimming. Alpe d'Huez is gestart. 'Dus ik kom uit op Hemert en ik ga de Alpe d'Huez op fietsen, omdat mijn moeder overleden is aan kanker. Ik ben Ralf Boltjes, ik ben de broer van Daniek en ik doe mee aan Alpe d'Huez omdat ik graag zelf wil ervaren hoe het is om mee te doen aan dit evenement waar mijn vader al een aantal jaar bij betrokken is in verband met het overlijden van mijn moeder aan kanker 5 jaar geleden. Wat zal het zijn?